De automatisering in de dagbladwereld, waarbij lood verdrongen wordt door de elektronica, leidt op dit ogenblik tot ingrijpende veranderingen, zowel op technisch gebied als voor het grafisch personeel. Het oude ambacht wordt meer en meer verdrongen door de computer. Nog altijd begint het maken van een krant op de redactie, waar de meeste artikelen worden geschreven. Sedert de eeuwwisseling werden de teksten dan gezet met behulp van de Linotype Z-machine, waarin alle door de zetter aangeslagen letters onmiddellijk in loden regels worden gegoten, volgens een vernuftig gietprocedé dat zich voor een deel aan de waarneming onttrekt. De gegoten regels worden automatisch tot kolommen gevormd. Hoewel ook hier in de loop der tijd een automatisering kwam met behulp van ponsbanden, moesten bijvoorbeeld de grote kopletters nog altijd met de hand worden gezet. De rangschikking van koppen, artikelen en foto's in de pagina's gebeurt door de opmakers. Deze bezitten een grote vaardigheid in het snel lezen van teksten die in spiegelschrift en op de kop staan. De correctie van ook maar één verkeerd gezette letter vraagt de vervanging van minstens een hele regel. Een pagina! Een in de computer gebrachte tekst kan met een druk op een knop weer worden opgeroepen. En aanvullingen, opschuivingen of verbeteringen kunnen met grote snelheid worden aangebracht. De computer bestuurt een foto-Z-machine die kolommen en teksten, waaronder ook de kopregels, met een snelheid van 150 tekens per seconde op fotografisch papier afdrukt. De opmaker heeft alleen nog een mes nodig om de teksten van het inmiddels gegomde fotopapier op de gewenste plaatsen aan te brengen. Uiteraard heeft de invoering van deze nieuwe technieken gevolgen gehad voor de grafici van de oude school. Voor sommigen betekende het vervroegde pensionering, voor velen omscholing naar een nieuw grafisch beroep. Nadat van elke complete pagina een foto negatief is gemaakt, wordt dit langs fotografische weg overgebracht op een laagje vloeibaar kunstharts. Deze kunststofdrukplaat wordt vervolgens gemonteerd op een van de cilinders van de rotatiepers waarmee de krant gedrukt wordt. Daar waar dagbladdrukkerijen in een overgangsfase verkeren, treft men kunststof- en lodendrukplaten vaak nog naast elkaar op de cilinders aan. Maar het lood zal binnen afzienbare tijd overal verdwijnen. De fantastische snelheid van 60.000 kranten per uur, waarmee deze pers een hele oplage in zeer korte tijd eruit gooit, accentueert de betekenis die de krantenwereld hecht aan snelheid. Door de nieuwe elektronische zet- en opmaaktechnieken zal het laatste nieuws nu nog sneller bij de lezers kunnen zijn.